Ik heb al een hele lange geschiedenis met baby's. En ik ken het denk ik al van kinds af aan, maar dat eerste begin weet ik niet goed meer. Ik denk dat hij bij mijn ouders gewoon in de boekenkast stond. Er zijn gedichten altijd. Aan de ene kant was hij echt heel gereformeerd, orthodox gereformeerd. Dus een strenge dominee, zeg maar. Wat hem leuk maakt is dat hij aan de andere kant dus heel erg veel van kunst hield. En die combinatie kom je niet vaak tegen, nu misschien niet, maar toen ook niet. Dat maakt hem heel interessant om te kijken hoe hij die twee werelden combineert. En dat is natuurlijk wat ik in mijn eigen werk ook een beetje doe. Dat je aan de ene kant bij een christelijke krant werkt, waarvan je naar het nieuws wil kijken. Aan de andere kant hou ik ook heel erg van kunst. En dan ben ik dus benieuwd hoe hij dat in zijn tijd deed. Er was mij één ding opgevallen. Alle boeken en artikelen over hem die waren altijd of vanuit één hoek of vanuit de andere hoek. Dus of je had mensen die alleen maar naar zijn gedichten keken, van Revies als dichter. Nou, dan was het een ontzettende aardige man en heel cultureel en zo. En je had mensen die keken alleen maar naar zijn theologie. En dat was... Ja, daar was het een echte zuurpruim, zo werd hij gezien. En heel fanatiek en heel ouderwets. Nou ja, dus dat past helemaal niet bij elkaar. Dus ik dacht, mensen kijken altijd of vanuit één hoek of vanuit het andere. Ik wil het graag bij elkaar brengen en kijken hoe die dat zelf combineren. Ik wist dat hij een lange reis door Frankrijk had gemaakt als student. Dat deden studenten in die tijd. Als ze een beetje geld hadden, dan gingen ze als afsluiting van hun studie nog eens even een jaar of twee jaar op reis. Net zoals studenten nu soms ook doen. Hij was in Frankrijk geweest en ik wist een aantal plekken waar hij geweest was. En ik wist ook dat hij daar in het bestuur van de studentenvereniging gezeten had. Want dat heeft hij zelf ooit ergens opgeschreven, dat hij daar geweest was. In Orléans. Dus ik daar zoeken in de archieven, in de bibliotheek, kan je lekker allemaal op internet doen. En daar bleek dus dat er een heel groot archief van die ene studentenvereniging bewaard gebleven. Ik dacht, nou dat is de gok waard, ik ga er naartoe. Daar in dat archief en boeken opgevraagd uit die tijd waarin hij dan daar geweest was. En jawel, daar stonden gewoon 12 pagina's in zijn handschrift. En dat is echt super als je zoiets vindt, want daar stonden gewoon de toespraken die hij daar gehouden heeft als student. Kijk, het is allemaal niet heel persoonlijke teksten zoals wij dat graag. Kijk, je vindt het liefst een stapel liefdesbrieven natuurlijk, maar ja, dat is niet heel realistisch dat je dat kan vinden. En dan ben je toch ook heel blij met zoiets. Je ziet hem dan beginnen als een beetje een arrogant studentje eigenlijk wel, want hij was natuurlijk heel rijk en hij had een goede familie en het was in die tijd ook al heel belangrijk allemaal. En hij was daar ook heel trots op en hij vond ook wel dat hij allerlei dingen heel goed kon en dat hij, ja, hij zat daar in dat bestuur en hij kreeg hele goede toespraken en zo, weet je wel. En maar later zie je dus, dan is hij te klaar met die studie. Nou, dan krijgt hij gelijk een hele goede leerschool in de praktijk. Want dan komt hij dus als dominee in de Achterhoek in een paar van die boerendorpen. Waar ja, gewoon, waar net pas, die zijn net pas veroverd had. Daar liep dan nog het front met de Spanjaarden, zeg maar, in de 80-jarige oorlog. Dus die zijn net pas protestant geworden. Dus hij moet daar alles nog helemaal van de grond af opbouwen. Dat zijn allemaal hele rare toestanden. Dus dat is denk ik voor hem een hele goede leerschool geweest. Zelf hield hij natuurlijk heel erg van kunst, dus dat strijdt daar een beetje mee. Dat zie je ook wel in zijn leven. Dat hij aan de ene kant gewoon als privépersoon, hij houdt heel erg van oude boeken, ook dus van de boeken uit de kloosters van de monniken en zo. Ook rood, zou je zeggen, maar dat vond hij geweldig. En hij hield er ook van op reis, dat Frankrijk destijds ging hij ook gewoon kerken bekijken, katholieke kerken bekijken, beelden bekijken die beroemd waren. Terwijl thuis, hier in Deventer en ook in zijn eerdere gemeente, dan moest hij wel een soort toezicht houden op dat die wanden van de kerk wit gekalkt werden en dat de ramen vervangen werden langzamerhand. Dat duurde jaren en jaren lang. Al die heilige voorstellingen moesten uit de kerk verdwijnen. In plaats daarvan kregen ze dus witte wanden en hier en daar een schildering die wel nog, bijvoorbeeld het bord van de 10 geboden in de Leeuweniskerk. Daarna is hij dus hier in Deventer terechtgekomen. Heeft hij van alles wel gedaan en opgebouwd. Dit is nu de Algemene Bibliotheek. Daar had Revius heel veel mee, want daar was hij de beheerder van in zijn tijd. Dit is de oudste stadsbibliotheek van Nederland. Hij beheerde de stadsbibliotheek en hij kocht ook heel veel nieuwe boeken. Want elk jaar opnieuw vind je dan dus dat de burgemeesters van Deventer hem dus een maning geven dat hij niet veel nieuwe boeken mag kopen, want hij besteedt te veel geld.
krijgt hij elk jaar weer op zijn kop. Dus dat zegt wel iets over zijn grote moeite. Ja, hier deze plek aan de IJssel is ook super mooi. Omdat dat weten we van hem, dat schrijft hij ook in zijn gedichten, dat hij soms als hij s'avonds moe was, van hoeden en van drijven, zo noemt hij dat. Als herder van de schapen van de gemeente. Als hij dan moe was, dan ging hij s'avonds langs de IJssel wandelen en dan vielen hem gedichten in het hoofd. Zo omschrijft hij dat. Het was in die tijd was hij gewoon bijna de koning van de stad, zou je denken. Niet helemaal, want hij was natuurlijk de burgemeester op het stadhuis, maar in de kerk was hij wel een, ja, was gewoon echt een hele vanzelfsprekend iemand. Die bovendien zelf ook afkomstig was uit een burgemeestersfamilie. Dus hij had ook heel veel familieleden op het stadhuis, dus dat ging te makkelijk samen. Dus hij had hier heel veel gast. Ja. En daarna is hij naar Leiden gegaan en daar wordt hij een beetje een oude man die heel erg dus vecht tegen de geest van de tijd en het vindt dat het allemaal slecht gaat en steeds slechter gaat. En dan wordt hij eigenlijk niet meer zo serieus genomen en dan zie je dus dat hij, ja, aan het eind van zijn leven een beetje teleurgesteld bijna is. En dat vind ik ook wel heel menselijk of zo. Het is geen succesverhaal. Kijk, zijn tijd in Deventer is een succesverhaal. Dat ging allemaal heel goed. Dan was hij heel populair en zo. Hij heeft heel veel gedaan. Maar later is hij dat minder. En ja, dat vind ik gewoon ook. Dan wordt zo'n man wel echt levend voor.